Vorige week sprak Daphne met de Wateringse Tamara, die al op 12-jarige leeftijd naar Spanje emigreerde. De cultuur is hier zo anders dan in Nederland. Het is hier allemaal echt, zoals Spanjaarden zeggen, paso a paso. Dus echt stukje voor stukje. En in Nederland is gewoon echt gaan, 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 go. Verder kregen we een inkijkje in het privéleven van Erik Jan. Van de school, jongens. Ja. Tas in de auto. En we zagen hoe de kersverse villa-eigenaren Erik en Mariska op meubeljacht gingen. Deze kan ook nog wel. Nou, die vind ik vrij licht. Hè? Het is weer een nieuwe zonnige dag aan de Costa Blanca. En Erik Jan is al vroeg onderweg naar het vliegveld van Alicante. Ik ga mijn ouders ophalen. Die komen 3 weekjes deze kant op. Die hebben ook al 15 jaar lang een vakantiehuis hier in de buurt. En die komen eigenlijk natuurlijk om vakantie te houden, maar die komen ook omdat mijn dochtertje wordt 8 aan het einde van deze week. En ik zelf word 35 over 2 weken. Dus die hebben deze 3 weken geboekt om op onze verjaardag te komen eigenlijk. Vaak vragen mensen ook wel van, vind je het dan niet vervelend dat je ver weg woont en dat je niet in de buurt bent van je familie. Maar mijn ouders die komen wel echt, denk een maand of 4 per jaar. En dan zie je elkaar zoveel. Dan zeg ik altijd, dan zie je elkaar eigenlijk meer dan dat je in Nederland elkaar zou zien. Want je gaat dan constant bij elkaar lekker eten, op bezoek, zwemmen. Ja, gewoon quality time met elkaar doorbrengen. Het vliegveld van Alicante ligt op een klein half uur rijden van Rogales. Met zo'n 14 miljoen passagiers per jaar is het dé toegangspoort voor alle vakantiegangers aan de Costa Blanca. Nee, we komen zo lekker naar Spanje toe en we komen met een dubbel gevoel. Uiteindelijk komen we hier om te genieten, te ontspannen, de hectiek een beetje te achter je te laten van het Westland. En vervolgens kom je hier weer binnen en dan zit je weer vol in de hectiek van Erik Jan. Hoi. Hoe is het? Goed. Wat is hoi. Nou, is het? Koffer, joh. Ja? Ouwe. Hoi. Lekker weer. Als Erik Jan zijn moeder heeft afgezet bij haar vakantiewoning, loopt hij samen met zijn vader nog een rondje over het project om de laatste ontwikkelingen op de bouw te laten zien. Wat type was dit nou? D-type, maar die heb je helemaal nog niet gezien. Dit is de woonkamer waar we nu in staan. 60 vierkante meter. En wat is dat gat? Lift, standaard lift in het huis. Ja. Dus vanuit de kelder waar je met je auto naar binnen rijdt, kom je met lift in je woonkamer. Dus eigenlijk voor de eigenaar van het huis. Alles begaande grond, 20 meter zwembad met uitzicht, 160 vierkante meter huis. Dus gewoon echt een grote woonkamer en een grote slaapkamer hier aan de bovenkant. Met uitzicht op zee direct. En wat wel heel gaaf is, dit is natuurlijk allemaal woonkamer. En waar je dat hoge ding in het skelet ziet, is 3,30 meter hoog. Dat is allemaal vloer tot plafond glas. En 10 meter breed, dus je hebt echt gewoon een gigantisch uitzicht. Ja, mijn vader ging vandaag even mee naar de bouwplaats. Hij was een week of 6 geleden voor het laatst geweest. En toch gaat dat vaak wel heel hard. Ondanks dat we zeggen manjana in Spanje, zit het tempo bij ons er toch flink op. Voor vader Erik is het soms nog moeilijk te bevatten wat zijn zoon hier allemaal op poten heeft gezet. Na een uitgebreide rondleiding over de bouwplaats is hij weer helemaal bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het project en kan het relaxen beginnen. Als je naar de omgeving van Alicante komt, dan mag een bezoek aan deze plek echt niet ontbreken. Het eten is hier heerlijk, de sfeer relaxed en bovendien is het altijd feest. Ook de drankjes hier smaken top. En ik heb wel zin in een cocktail. Deze plek wordt gerund door het Nederlandse ondernemersstel Hein en Samantha. Op dit moment zijn ze druk bezig met de voorbereidingen van La Bella Luna. Een wekelijkse feestavond met heerlijk eten, veel gezelligheid en Spaanse live muziek. In dit momentje, is dit nou op een dag voor jou de stilte voor de storm? Ja, weet je, in dit vak is er nooit stilte voor de storm. Je bent eigenlijk de hele dag bezig. Eén grote storm. De horeca is één grote storm. Ja. We zijn hier ooit naartoe gegaan, heel naïef. Zoals iedereen wel kent en ook wel kent van televisie, denk ik. Ja. Wij waren niet veel beter. Maar we hadden een plan en wij kwamen uit de horeca. Jong en onbezonnen. Ja, dat zeker. Maar wij kwamen in ieder geval uit de horeca. We wisten wat we deden. We hebben in Nederland ook altijd een eigen zaak gehad. Mm-hmm. In ieder geval wisten we waar we aan begonnen. Hard werken, maar met heel veel liefde. Jullie hebben 2 kinderen.
Die waren dan jong, denk ik. Heel jong. En dat was ook de reden dat we naar Spanje gingen. Het was ook een moment dat je zegt, het is nu een goed moment. Ze kunnen hier opgroeien. Ze gaan hier voor het eerst naar school. En zijn ook eigenlijk nu na 16 jaar helemaal verspaanst. Hè? Ja. Ik bedoel, de kinderen zijn meer Spaans dan Nederlands. Maar goed, we spreken gewoon Nederlands thuis. En we proberen ze toch nog wel wat Nederlands mee te geven. En die meiden onderling? Ik spreek alleen maar Spaans, als ik eerlijk ben wel. Want jullie leven, heb je daar veel Spaanse invloeden in? Hou je je nog wel vast aan het Nederlandse stramien? Of... Ja, weet je, ons leven is sowieso een gek leven. Horeca leven is sowieso ongestructureerd. Ja. En we proberen er altijd wel structuur in te krijgen. Maar het is in heel veel dingen wel aangepast aan de kinderen die inmiddels een Spaans ritme hebben. Ja. En daar ga je wel dan in mee. En we leven hier, moet ik zeggen, steeds meer Spaans als Nederlands. Is het altijd een droom geweest voor jullie om in Spanje te ondernemen? Nou, niet zozeer in Spanje te ondernemen. We waren altijd gek op we zijn allebei gek op een warm klimaat. En dan kom je in Europa snel in Spanje uit. Makkelijk bereikbaar, maar ook een soort praktisch, doordat het op een vrij korte afstand van Nederland is, toch dat lekkere klimaat heeft. En we waren op een punt dat we in Nederland onze zaak verkocht hadden. En op een keerpunt stonden van wat gaan we doen? Gaan we weer door in Nederland ondernemen? Of zeggen we nee, we maken nu de stap, we gaan het avontuur aan. En dat hebben we gedaan, onbezonnen. Maar we zijn nu 16 jaar verder. Ja. Het is zeker niet makkelijk geweest. Nee. Maar wat is er zo lastig geweest? Tuurlijk, de taal, de gebruiken, de dingen waar je tegenaan loopt. Een ander systeem qua administratie, belasting. Allerlei dingen die je moet eigen maken. En waar je langzaam in moet groeien en waar je hulp bij nodig hebt in eerste instantie. Maar die je allemaal wel zelf moet ontdekken en zelf moet ondernemen. Ja, en je bent aangewezen op samenwerken met Spanjaarden, denk ik. Was dat vanaf het begin af aan. We hebben altijd samengewerkt met lokale mensen. Of het nou de boekhouder is, of het zijn de loodgieter of de timmerman. Ja. En dat maakt ook dat je geaccepteerd wordt in zo'n gemeenschap. En dat je dus sneller integreert. We hebben er zelf veel voor moeten doen. Ja, om uiteindelijk te komen waar we nu zijn. Maar het is het wel waard geweest. Maar voordat je weer keihard aan het werk gaat, deze laten we het toch niet staan zo? Zullen we maar? Ja. Proost, dankjewel. De avond is gevallen. En inmiddels is hier het feest in volle hevigheid losgebarsten. Uiteraard is Daphne ook van de partij en zo te zien vermaakt zij zich prima. En het bleef nog lang onrustig. 2 weken later lijkt het noodlot toe te slaan. Een groot gebied rondom Alicante wordt getroffen door extreme regenval, dat ze in Spanje Gota Fria noemen. Straten en huizen worden volledig blank gezet. En auto's worden meegesleurd door het kolkende water. Ondernemer Erik Jan ziet het allemaal van dichtbij gebeuren. Het is wel heel heftig om mee te maken, want als er natuurlijk op een gegeven moment de militairen komen binnenrijden met speciale auto's die door water heen kunnen, er landen helikopters om je heen, de boten gaan door de straat heen. Ja, want ze gingen gewoon varen door de straat heen, want er was niet meer te rijden, er was niet meer te wandelen. Duizenden beesten die verdronken waren, het leek wel een oorlogsgebied. Het was gewoon bizar. Meer dan 3500 mensen worden tijdens de overstromingen geëvacueerd en verliezen alles wat ze hebben. Dit was voor de laatste keer 32 jaar geleden gebeurd, hier zo in deze omgeving. En het was minder heftig 32 jaar geleden dan nu. En de laatste keer was 140 jaar geleden dat het zo heftig is geweest qua regenval. Naast de enorme persoonlijke schade en verliezen heeft het noodweer ook zijn weerslag op de bouwprojecten van Erik Jan. Een week na de overstromingen gaat hij daarom met architect Alejandra naar de bouwplaats om te kijken wat de gevolgen zijn. Bueno, ¿qué tal la situación aquí con el agua fría? En este proyecto ha ido bastante bien porque son viviendas elevadas, no tenemos sótano, entonces no ha entrado el agua en el interior de las viviendas y no hemos tenido problemas. Pero estamos teniendo problemas con algún retraso de materiales, con algunos proveedores, porque no han tenido tanta suerte como nosotros y la situación de sus almacenes, si está a pie de calle y el agua ha entrado y ha arrasado con todo. Sí. ¿Cuál proveedor tiene los problemas? El carpintero, que ha tenido que cerrar la empresa. Sí.
¿Pero has encontrado otro? O el... Estamos, tengo a todo el equipo trabajando, buscando proveedores nuevos, empresas nuevas, tanto como el carpintero, como de cerrajero, de sí. los dinteles de las ventanas, de las puertas exteriores. Sí. Y vamos como podemos, subsanando. Alejandra blijft ondanks de flinke tegenslag en vertragingen vertrouwen houden in een goede afloop. Maar niet veel later krijgt Erik-Jan een verontrustend telefoontje van de keukenleverancier. Joder, no puede ser. ¿Cómo es posible? ¿Tanto retraso? Vale, voy a hablar con Alejandra. Hablamos. Chao. Me acaba de llamar de los proveedores de cocina que también tienen muchos problemas con el agua y que se van a retrasar. Vale. Y no saben decirlo. Pues, ¿qué? ¿Cuánto? Y... Habrá que buscar una solución y buscar más proveedores. Y... Es que tenemos que llegar aquí a la fecha. Tenemos que llegar a la fecha, entonces hay que apoyarlos también si ellos no llegan y le podemos echar un cable y buscar algunos proveedores nuestros para ayudarles a ellos también. Sí, pero claro, nosotros hemos mandado ya las invitaciones a todos los proveedores, a los clientes, a los inmobiliarias, hay gente que ha reservado vuelos para llegar al evento que hemos planificado. Tenemos que llegar, pero ¿voy a cancelar el evento No puedes cancelar el evento. Pero ¿vas a llegar? Hay que llegar. Pero vas a llegar. Hay que llegar. Ik wist van tevoren al, dit gaat gewoon echt brute ellende opleveren op mijn bouwprojecten met alles wat gepland staat. Volgende week in Westlanders over de grens krijgt Erik-Jan ook met problemen te maken op de bouwplaats in Formentera. Y hay un retraso de unas dos semanas aproximadamente. Dos semanas. Daphne gaat een nieuwe uitdaging aan en beklimt samen met de Nederlandse Koen de Sierra del Calosa. Gaat ie goed? Ja. Leuk wel, ik vind het nu wel leuk. Ja, hè? Ik ben bang dat je er een partner bij hebt. En ondanks alle tegenvallers van de afgelopen tijd, valt er ook iets te vieren. Congratulations, you need a double. Wil jij een exclusief kijkje in het Spaanse leven van Daphne? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal Costa del Daphne. Tot volgende week. Vond je de video leuk en wil je mij helpen? Like de video dan en abonneer je snel op mijn kanaal.